massage. Oh mijn god, waarom is ze roze? Super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe vlog. Mijn naam is Florien en vandaag loop ik een dagje met een trimsalon. En vandaag loop ik een dagje met een trimsalon Tink. En ik heb daar echt fucking veel zin in. Because it took me for fucking ever. Echt, het niet normaal. Ik kan er niet over ophouden. Sommige gasten zijn blijkbaar heel erg moeilijk. En dan denk je echt van een trimsalon. Wat kan er zo moeilijk aan zijn? Nou, blijkbaar echt enorm veel. Want ik heb er echt super veel gemaild. Ik denk dat ik echt... Net zoals bijvoorbeeld de loodgieter bijna heel het land heb gehad. Ook op een gegeven moment ben ik via TikTok gaan zoeken. Want ja, TikTok is wat dat betreft echt een amazing platform. Maar het is me gelukt en daarom heb ik er echt heel veel zin in. Ik draai vandaag dus mee met een hondentrimsalon. Ik noem het even een trimsalon, maar het is gewoon een hondentrimsalon. Ik heb namelijk natuurlijk ook al een kattentrimsalon gehad. En ja, ik vond het gewoon wel leuk om een keer met een hondentrimsalon mee te draaien. Dus ja, ik ga er nu lekker naartoe rijden. Als jullie nou ook heel veel zin hebben in deze vlog, doe dan een blauw duimpje omhoog. Geef je zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan ga ik er nu lekker naartoe rijden en dan zien jullie als ik daar ben aangekomen. Jongens, ik ben aangekomen. Iedereen loopt nu net naar achter. Ik heb hier wel al iemand anders voor me. Stel je even voor. Hij is wat. Nou, als iedereen het zo cute zegt, dan... Oh mijn god. We wachten even tot de rest klaar is. Maar ze staan hier allemaal nooit zoals... Hi. Hoi, stel jezelf even voor. Ik ben Marissa. Ah, en van jou is de trimsalon, toch? Ja, klopt. Waarom Tink dan? Ik dacht echt van, oh, dan zal ze vast wel even in haar naam Tink of zo hebben. Ja, vroeger. Nou ja, vroeger. Noemde ik mezelf altijd Tink op Hives, Facebook. Oh, echt die Hives-zijden. Oh my god, ik ga stuk. Dus eigenlijk Tink van Tinkerbell. Dat wist ik. Ik dacht al, het zal weer iets met Tinkerbell, maar toen dacht ik, oh, alsjeblieft, laat er geen Tinkerbell heten. Ik heb het want zelfs dan... hier dat weer. Oh, op met dus mij. Ja, dus oh ja, mijn ja, god, wat schattig. Mijn naam is best wel lang. Mijn eigen naam, Marissa. Dus Tink is eigenlijk heel makkelijk. Nou, zo lang. Je doet net alsof je drie namen achter elkaar hebt. Heb ik ook. Ja. Ja, maar toch niet, toch? Oh, wat Tink, maar waarom Tinkerbell? Gewoon omdat je... Ja, ik weet niet. Ik was jong. Ja, ik had een nickname nodig en dat was Tink. Oh, oké. Okay. Maar goed, oké, okay, de trimsalon is voor jou. En hoe lang heb je het al? 7 jaar, 8 jaar. Oh, en altijd hier op deze plek? Ja. Op het kamp? Ik ben begonnen, ja, op het kamp. Oh, heerlijk. Ik ben begonnen hierin. Dat is alleen dit. Alleen dit, gewoon hierin. Ja, gewoon in deze ruimte. Want hier zijn ze aan het schoonmaken. En dit is dus gewoon alleen die ruimte. Ja, hierin ben ik echt begonnen. En er stond de tafel dus ook daarin. In die kleine ruimte? In die kleine ruimte, ja. Oh. Dus had ik zeg maar links mijn wasbak. En rechts mijn tafel. Dus ik zat echt met mijn rug zo tegen de deur aan. Oh. En toen heb je dit gewoon aan het verbouwen of zo? Hoi. Oh, hij ziet er zo cutie uit. Toen werd het steeds drukker en drukker. Dus toen zei ik tegen mijn man, ik zeg, ja, ik kan het eigenlijk niet. Dus ja, laat verbouwen. Oké. Groter. En nu werk je gewoon 5 dagen in de week of 7 dagen in de week? Of... Nee, dat niet. Nee, oké. Okay. Nee. Gek ook, hè? Ja, ik weet niet, misschien werk je gewoon 7 dagen in de week? Nee, ik werk van 8 uur. Oké. Okay. En als het drukker is, doe ik er nog niet bij, weet je. Zo een beetje schommelen, maar wel altijd... Binnen de tijd dat mijn dochter op school zit. Oh ja. Gewoon naar school. Oh wat heerlijk, dus je kan het gewoon lekker combineren. Oh heerlijk. Ja. Oh, je hebt het helemaal goed voor elkaar. Ja. Oké. Okay. En je kent er gewoon allerlei soorten honden, allerlei soorten maten. Alles komt hier. Ja, ook van die hele grote. Ja, ook. Ja. Hoe past zo'n deze dog hier dan? Die zet je gewoon op de grond. Ja, zet je die wel hier op de tafel? Naar beneden doen. Oh. Dus gewoon elektrisch is dat dan. Oh, kijk nou. Ja, schatje. Oh. Even kijken. Hoi! Hoe lekker is! Oh mijn god! Het is ongelooflijk. Waarom heeft hij nu zo'n band op dan? Nou, we gaan nu veulen. Oh ja. Oh, en dan is het gewoon voor harde blazer. Dus dat lawaai is echt heel heftig. Wij doen ook straks zakken. Ja, zakken doen. Zo'n
koptelefoon op, noem dat toch? Oorkappen. Koptelefoon? Oorkappen. Oh! Oorkappen. Gehoorbescherming. Ja. Maar dit was dus eerst jouw ruimte. Alleen dit. Alleen dit. Wow, dit is krap. Heftig, hè? Oh, nog een white doggie. Maar dit is toch prima eigenlijk? Gewoon als je dit en dit gewoon zo hebt, is het toch eigenlijk prima? Ja, tuurlijk. Maar als je nou wil uitbreiden, ga je dan ergens anders naartoe of blijf je gewoon lekker hier? Ik denk ook gewoon meer. Oh ja. Maar als ik ga uitbreiden, dan zou ik wel groter pand, meer tafels. Ja, tuurlijk. En mensen van hier. Zoiets. Zou je dat willen of wil je gewoon lekker hier? Nu heb ik het wel onder controle of zo, weet je wel? Ja. Nou ja, en je is het niet zo heel erg druk, dus je kan het gewoon lekker zelf indelen. Precies. Oké. Weet je, leuk. Het kan wel hoor, als ik zou willen. Gewoon want hier? De aanvraag is, ja. Het blijft gewoon, maar ik moet gewoon mensen zeg maar afslaan. Ja, oké. Okay. Snap je, dus ja. Ik zeg gewoon nee. Oh, je moet echt mensen afslaan? Ja. Oh mijn god. Ja, ik moet echt mensen nee verkopen eigenlijk. Maar dit zijn stagiaires. Dat dacht ik al. Drie stagiairs? Ja. Oh mijn godje. Wel leuk. Dus ja, wel leuk. Straks gaan beginnen. Kan ik die klanten bijvoorbeeld weer doorverkopen aan hun? Ja. Zo gaan we. Maar willen jullie ook een eigen praktijk? Zeker. Ja? Dat is het hele doel. Ja? Ja? Maar wat doen jullie nu voor opleiding dan? We doen allemaal de 100 trimopleiding. Ja. Oh, je hebt echt een 100 trimopleiding? Ja. Van hoeveel jaar? Je moet 80 dagen stage lopen. Oh. En 7 dagen naar school. Oh, joh. Dus het is niet heel lang opleiding. Wat is het, een jaar dan of zo? Ja, lichaam is snel gaan. Ja. En als je dit dan doet en je bent klaar, dan kan je gewoon trimmen worden. Examen doen. Wat moet je voor praktijk examen doen? Moet je dan gewoon een hond trimmen? Ja, dus als het fout gaat, dan heb je een kale hond. Zullen we gaan blazen? Ja. Oh, dat is echt top leuk. Oh my god. Oh mijn god. Puppies hier, hè? Krijg je die vandaag ook? Vandaag niet. Oh. Nee, jammer, hè? Dat is zo jammer. Ze nee. Zijn niet zo leuk op de trim, hoor. Nee. Ja, maar maakt mij niet uit. Ik wil lekker kijken en... Ja, echt zo. Maar waarvoor komen mensen hier qua voor een hond? Gewoon alleen maar om te knippen en te wassen of zo? Of knippen en wassen, ja. En nagels naar kijken. Ja, oké. Okay. En waar begin je dan mee als je een hond nu krijgt? Dan ga je eerst kammen of zo? Nee, ik ga altijd eerst voorscheren, zodat het haar er zoveel mogelijk voorscheren? Ja. Oké. Okay. Kijk, deze hond moet je normaal plukken. Maar de eigenaar en ik wil hem plukken? Ja. Hoe bedoel je plukken? Als in echt trekken. Haren trekken. Oh, en ja? Ja. Oh. Heftig, hè? Maar gewoon met een soort kam of zo? Hoe pluk je dat dan? Ja, als een soort kip. Vingers gewoon, ja. Maar we vinden het helemaal niet erg, hè. Het klinkt voor ons heel, hè. Nee, helemaal niet, maar ik zie het gewoon niet voor me. Je houdt het gewoon vast en je trekt zeg maar die haartjes eruit. Maar zoals deze laat helemaal niet los. Oké, en dan scheer je het. Ja. En dan was je hem en dan droog je hem. Ja, maar wel met in overleg met klanten natuurlijk. Oh ja, ja. Ja, oké. Want als hun hem per se... Je hebt mensen die willen hem per se even geplukt hebben, omdat het zo hoort. Oké. Ik snap het natuurlijk. Maar dat hoort zo, een hond te plukken. Ja, dan komt zijn haar gewoon weer hetzelfde. Ik heb daar echt nog nooit van gehoord. Een hond plukken? Ja. Ja? Oh, ja, ik dacht, je knipt het gewoon. Niet alle honden, nee, zeker niet. Heel weinig honden, hoor. Oh. Reageren mensen? Nee, ja, niks. We moeten het hebben zo. Oh ja. Twee kanten gewoon. Ja. Oh shit. Oh mijn god.
lekker geschoren. Ja, ja, maar ze worden geschoren en geknipt. Of is het gewoon een beetje afwisselen van... Nou, vaak worden ze geschoren. En dat is dan puur omdat het makkelijk is en ze willen hem kort. Oh, ze willen hem... Oh, het ligt dus echt aan wat iemand wil. Ja. En als je hem nou een soort van getrimd wil, dan knip je het ofzo. Of dat ligt er ook maar net aan. Vaak is dat met showhonden. Dat ze echt... Dan worden ze echt geknipt, maar vaak dan... Maar wat is het verschil tussen knippen en scheren? Scheren is makkelijker ofzo. Met grote ogen? Ja, sneller ook. Ja, sneller, makkelijker. Hoe langer ze natuurlijk op de tafel staan, hoe moeier en hoe vervelender ze vaak zijn. Ja. Tenzij je natuurlijk een hond hebt die het niet heel erg vindt. Nee, maar dan moet ze wel echt getraind zijn vaak hoor. Dus ja? Vaak de show honden. Ja, die moeten best wel lang op de tafel staan. Heb je zelf ook honden? Ik heb zelf twee honden, ja. Heb je grote hond? Nee, kleintje. Echt zo klein als dit? Ja. Nee, ik zal hem straks even pakken. Oh ja! Die steelt echt het blitz. Ja? Ja, die stelt zo. Ja? Ja. Die ziet er zeker op en top verzorgd uit. Ja, maar het is echt gewoon een schatje. Het is echt gewoon een... Heb je er één of twee? Twee. Oh ja. Maar Bini is gewoon ouder, dat is echt een opa. Wat zijn het voor rassen? Wat voor ras? Een boemertje en een pomeriaan. Oh, een pomeriaan. Ja. Oh. Eigenlijk keeshond natuurlijk. Ja, ja. Oh, ik ga zo terug. Ja, heerlijk. Ik weet het ook niet. Hij zit even mijn hand weg te duwen. Oh, schrijf je dan? Oh, dat je dat zo durft zo dicht bij die ogen. Nee, ja. Oh, het lijkt me zo eng. Ja, ik heb geleerd. Het is allemaal heel fijn. Ja. Nee, je moet ook durven hoor. Want je krijgt natuurlijk ook wel eens honden die niet zo aardig zijn. Nee, hoe doe je dat eigenlijk? Als honden bijten, of doe je dan met melkkorven om? Ja, we hebben sowieso heel veel soorten melkkorven. Ja? Klein en groot, ja. En als het echt drama is, dan zeg ik al van ja, sorry, je kan er niet meer werken. Oké. Dus dan hebben ze maar weer mee terug. Maar hoe doe je dat dan als de eigenaar net wegrijdt dan? Dan bel je gewoon. Dan bel ik gewoon, ja, het gaat niet. Oh. Weet dat het is, als ze uithalen. Ik ben niet zo bang van dat ze uithalen. Maar ik ben meer bang dat als ik bezig ben met een schaar, dat ze dan een schaar in hun ogen Ja. Dat wil je gewoon niet. Nee, dat wil je niet. En hoe lang ben je gemiddeld bezig met een hond? Een uur, anderhalf. Oh ja, ja. Oh ja, dus je bent gewoon eigenlijk een hele dag bezig. Ik dacht 5. Ja. Oh, nou prima, 5. Mm-hmm. Oh. Ben je klaar? Nee hoor. Oh. Wat is dat zo, hè? Oh, hij ziet er al zo pretty uit. Leuk, hè? Oh. Dan zie je echt op zo opknappen dan. Hoi? Nou, mag ik knippen? Oh, wat is het? Wat is het? Wat een schattige voetjes ook. Ja. Straks zijn ze nog schattiger. Wat zit je nou te ruiken, gekkie? Ze heeft gewoon geurtjes. Gewoon voor die honden om te sprayen. Wat heb je? Heb je ook bubblegum of zo? Cotton candy. Daisy. Fresh. Deze is ook echt. Paars vind ik ook echt lekker. Terra. En ik heb ook paars. Wat is paars? Paars is mijn lievelingskleur. Is die lekker? Ja. Ja. Ik heb nog nooit groen geroken, dus dat wordt Maar wat is dat dan? Gewoon diervriendelijke spray of zo? Ja, voor echte... Parfum. Oh mijn god. Hondenparfum. Oh, wat lekker. En dat is echt de commentaar die je krijgt van zijn rijden. Alles zo lekker. Wow, dit is echt heftig. Oh, dat is echt heftig. Maar wel heel lekker. Oh, wel lekker. Heel fris. Echt fresh. Ja, echt fresh. Fresh. Maar hij blijft ook lang hangen. Ja. Dat hoor ik ook met mijn klanten. Ja, dus voor scheren. Voor scheren, dus ja. Als je hem dan gaat wassen, dat je dan niet... Hij heeft nu heel veel haar. Als jullie iemand horen, het is deze. Ja. Oh, hond. Lekker stiertje heen. Als je gaat voorscheren, hoef je straks minder te droogblazen, want hij heeft minder haar. Oh, ja, en plus je gaat hem toch scheren, toch? Ja, ja. Ja, dus dan kan je maar net zo goed daarvoor doen. Ja. Oh, oké. Okay. En dan scheer je hem voor en dan wassen en dan nog een keer scheren, bijknippen. Ja, droogt veel sneller dan dit. Ja, oké. Okay. Dit is veel sneller, ja. Dat is gewoon tijd. Oh my god, nieuw hondje. Hoi. Je mag zo meteen me helpen met wassen, hoor. Oh, ja, leuk. Ja. Oh, kan je lekker naar buiten kijken? Ja. Oh, wat een cutie. En voorscheren hoeft niet altijd heel erg netjes. Zijn gereageerd? Oh,
grappig. Oh, dat hoeft niet altijd netjes. Nee, nee. Je haalt gewoon het meeste haar weg. En als iemand nou zegt van ik wil gewoon dat hij dit houdt, maar een beetje bij trimmen en wassen, dan is het dan doe je het wel. Dan is het nog voor. Maar dan minder dan dit, toch? Ja. Oh, ze kunnen daar ook vastgeklipt worden. Oh, chill. Oh, nou, het heeft heel veel zin in zo te zien. Oh. Goed hoor. Het is wel goed. Gaan we even shampoo klaarmaken. Oh, ik dacht dat je het op de grond ging doen. Oh, ja, ik weet niet. Misschien ga je het op de grond mengen en pleur die hond erin. Ja, ik weet het niet. Oh. Ik heb geen idee. Oh, lekker weer van die pop. Zo, wat een pompje, joh. Ja, maar we hebben het nieuwe sinds donderdag. Huh? Oh, het zijn nieuwe. Ja, ze zijn helemaal weer vol. Oh, mijn god. Pet shampoo. Ja. Ik ga stuk. First Aid dog shampoo. Grime pet shampoo. Oh my god, wat is dit? Kan je hem nog kleuren? Ja, hou op met mij. Hou op met mij. Als je dit doet. De eigen hond heeft eigen roze en blauw. De tief op. Meen je dat nou? Oh my fucking god. Dus als ik dit over die hond gooi, dan is hij violet. Ja? Nogal? Ja? Klik er maar helemaal in, dan blijft hij. Ja. En dan maak ik hem helemaal nat. Over heel zijn lichaam, bij zijn buik, zijn staartje. Zo, gaat het nou rondruiken straks? Nee, naar shampoo, hè? Ja, maar nu ruik ik naar hond. Kom maar. Oh, wat lekker! Dat ging nou bij super hard hap. Kom maar. Lekker! Oh, lekker! Dan pak je de shampoo, doe het even twee vingers erop, want er zitten kraaltjes in. En dan stop je het. Wat zit erin? Kraaltjes? Ja, want dan kunnen we goed schudden. Oh, je moet schudden nu nog? Nee, ik heb al geschud. Hij gaat wel schudden. En dan? Dan mag je het over zijn lichaam heen doen. Maar met die twee vingers erop? Ja. Maar doe ik het zo goed? Of gaat ja, het oh, dan mag wel, je vingers mogen wel ietsjes meer uit elkaar. Ja, maar dan gaan die paaltjes straks uit. Je kan er ook één vinger in doen en dan. Wat zie jij ervoor? Kijk. En dan gewoon zo. Ja? Maar moet het hele ding leeg over die hond? Stakjes wel. Dus je kan ook even zo beginnen en dan masseer het even in. Kijk maar genieten. Mag ik je eten? Ja hoor, maar anders zijn we morgen al niet klaar. Oh, jij doet gewoon dat hele ding. Waarom komen die. Oh ja, jeetje. Ja. Oh, lekker zo. Oh, je boetje, boetje, boetje. Dat is wel lief. Lekker. Oh. Nou, echt niet hoor. Oh, lekker zo. Kontje. Hoe je vaat, hoe je beetje. Ja? Dat zit ook zeker in de neus. Oh, je bent doggy. Ik weet het ook helemaal nog. Kom maar. Kom maar, lieve schat. Kom even aan de andere kant staan, hè? Ja, dit is onze nieuwe TikToker. Blijf lijken. We hebben twee volgers. Oh, één kijker. Leuk, nice. Hi. Voel je nu lekker zo mooi getrimd? Ja, heb je zo lekker gewassen? Oh, je boetje, boetje, boetje. Kijk. Lijken. Ja, gelijk lijkjes. Oh, bedankt voor de likes. Maar waar kom je vandaan, Pinnacle? Ja. Oh, lekker op mijn camera. Misschien is hij wel niet Nederlands. Oh nee. Hoe zeg je, waar kom je vandaan in het Arabisch? Oké, zo goed kan ik het ook weer niet, hè? Oké. Zo goed kan ik ook weer niet. Wil je gewoon onze tolk meegenomen vandaan? Ja, ja, ja. Ah, dat pootje. Allemaal gillen omdat ze poot omhoog doet. Oh, je boogie. Dat is wel echt lief.
Jij hebt hem gewassen, hè? Oh my god. Ja. Ik heb straks een paar van kiezen uit. Yes! Ja, of het wordt paars, of het wordt deze. Het wordt deze of het wordt paars? Ik heb ook paars. Wat is dit paars? Zit hier. Kan dit gewoon open, zo? Ja, geen helpen. Nee, ik weet niet. Is paars echt mijn favorite smell? Echt waar? Oh. Ja. Ja, ik denk dat paars het wordt. Ik had het zo dus. Oh, jij hebt hem letterlijk ook gedraaid. Charlotte? Ja. Waar moet ik op sprayen? Kijk, we hebben mijn favorite color. Van waar? Secondje? Ja, secondje. Maar waar gewoon zo? Ja, op secondje. Hoe vaak zo? En dan hier lekker. Gewoon, ik moet hem gewoon helemaal sprayen. Ja, zo. Okay. Moet hij niet nog, maar hij moet er ook een beetje zo hier. Ja. Zo lekker, zo op. Oh, yummy! You happy doggy? Ben je blij? Oh mijn god, het gaat stuk. Ik ben blij. Aww. Oh my god, een puppy. Oh my god, een puppy. Puppy. Oh, nu sta je wel heel leuk zo. Ja, oh my god. Oh my god, eeuw, waarom moet je dat zo zeggen? Dat kontje. Oh my god. Oké, zie je dat? Die hond die kijkt om. Wat gebeurt er? Ze zit aan mijn pot. Oh my god. Hij krijgt echt van dat puppyhaar weer. Ja, leuk hè? Oh mijn god, we zijn alweer bij het laatste hondje aangekomen. Hoor, weet je de naam of niet? Nee, die heb ik niet. Oh, is het mijn jongetje? Een jongetje. En dan is hij heel oud, volgens mij. Ja. Oh my god. Een beetje bang. Maar doet het wel goed toch, op zich? Ja, hartstikke goed. Oh, je kleine poetje, poetje, joh, joh, joh. Je hebt even die scheve oortjes. De een staat recht en de ander staat soort van naar achter. Poeh. Oh, ik wilde zeggen poes. Hond. Hondje. Dat oortje. Ik wil letterlijk dood. Ze heeft dus haar honden gehaald. En waar is die andere? Je hebt er toch twee? Ja, die ligt te slapen. Oh. Maar dit is die jongen. Oh my god, maar wat heb je gedaan met ze? Waarom? Waarom zo? Waarom half? Hi! Is in de... Oh, is ze bang? Ja, ze is heel bang. Ja, ze wil alleen maar bij deze gaan. Oh my god. Waarom is ze roze? Waarom alleen de voeten en haar staart? Maar de helemaal roze hebben dan. Ja, dat is toch veel leuker? Maar misschien waar volgende is je nou? Keer. Oh my god! Oh my god. Maar ze is niet echt bang toch? Oh, ze is wel echt bang. Ik grijp je gewoon als ik wil. Wat is gaan we ineens dit zo? Kijk deze ook. Oh, cute. Oh. Die voetjes, kijk nou. Wat is dat nou? Wat is dat nou? Hey, die vindt het boeit er gereed. Die vindt mij veel enger. Oh, dat dommetje ook. Nova vindt niemand mag er is. Ze is helemaal verslaafd aan mij. Ja. Slaap je ook met ze? Ja, ze ligt naast me. Niet in mijn bed hoor. Nee, niet in je bed. Nee. Oh, nee. Staat op de grond. Wat doe je naast je? Naast heb je... mijn bed heb ze een mandje. Oh. Ze is zeker zo'n op maat gemaakt. Ja, zie je. Ik ga stuk. Zo'n prinsessenhuis. Ja. Hoe heet deze? Bibi. Bibi. Is dat... Piggy. Piggy. PD. Oh, PD gewoon. PD. Oh, PD. Waarom PD? Eigenlijk heet hij Pinky. Pinky. Pinky met een B. Pinky. Ja. Maar we noemen hem altijd PD.
mannetje. Ja, zeker. Hoe oud is die? 14. Oh ja. Is hij ook een beetje doof? Ja. Bij hem moet je een beetje gaan baren. Oh, hij is wel lekker zacht. Ja, hè? Moet ik wel lesje? Ja, ik wou net zeggen, je hebt wel een goede visitekaart hier. Ja. En een beetje blauwe staart, ik ga stuk om dit. Ja. Nou jongens, ik zit in de auto op de terug naar huis van echt een fucking leuke dag. Ik kan echt niet anders zeggen dat ik wederom weer echt heel erg geluk heb met deze gast. Want wat een fucking leuk team. Echt, ik kan echt, het was echt gewoon gezellig. En gewoon gezellig met de meiden en leuke grapjes. En iedereen was super lief en geïnteresseerd en... Ik vond het echt een hele fijne plek om, om daar te filmen. En ik vind Marissa ook echt zo fucking grappig. I can't. Gewoon echt heerlijk. Echt een geweldige vrouw die echt hard heeft voor de honden die ze trimt. En voor de zaak. En ja, ik vond het gewoon heel erg leuk. Ik heb echt doodgelachen om deze meiden. En ik vond het echt heel erg leuk. En echt heel erg gezellig. Maar goed, ik ga lekker de vlog afsluiten voor vandaag. Als je nou een vraag hebt voor deze gast, laat het gewoon even weten in de comments of via DM Instagram. Als je het nou leuk vond, dan een duimpje omhoog, want je zeker niet abonneren op mijn kanaal. Vergeet me niet te volgen op Instagram en op TikTok om op de hoogte te blijven van alles. En als je nou niet idee hebt wat je vond, ik je moet meelopen. Laat het voor even weten in de comments of via een DM op Instagram. En dan zie ik jullie volgende week weer met een nieuw vlogje.